In deze video lees ik twee artikelen uit Surinaamse media voor, beide gepubliceerd op 23 september 2024. Het eerste artikel uit dagblad Waterkant beschrijft een ruzie tussen twee vrouwen tijdens een feest in het webcentrum aan de e Efreemsevenweb. Deze ruzie liep uit op een vechtpartij en de arrestatie van vier personen, waaronder de vrouwen en een zoon van één van hen. Het tweede artikel uit dagblad ABC Suriname gaat over de stroomproblemen in Albina. Dankzij de inspanningen van de jeugd en de betrokkenheid van president Santocchi, is er een generator naar Albina gebracht om de problemen gedeeltelijk op te lossen. Artiest Cadentie bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan deze oplossing. Laat in de comments weten wat jij van deze artikelen vindt en vergeet niet je mening te delen binnen de richtlijnen van deze video. Het eerste stuk staat in dagblad. Waterkant van 23 september 2024 en heeft als kop... ...ruzie tussen vrouwen op feest in webcentrum leidt tot arrestatie van vier personen. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. De ruzie tussen twee vrouwen tijdens een feest in het Bepcentrum... ...en de efreen in Suriname is in de nacht van zaterdag op zondag 22 september 2024... ...uitgelopen op een vechtpartij en de arrestatie van vier personen. De Surinaamse politie heeft Mirella F., haar zoon Jero A., 25 en de zussen april a 24 en jomendi a 22 aangehouden voor openlijke geweldpleging en diefstal de ruzie begon op de dansvloer toen mirella en april woorden kreven april beweerde dat mirella ruzie met iedereen zocht en sloeg haar met een lege fles op het hoofd wat uitmande in een gevecht tussen de twee vrouwen de jongere zus van april jomendi werd buiten in de auto op de hoogte gebracht van de vechtpartij en rende naar binnen daar werd ze door Jarro. De zoon van Mirella, bespoten met een vloeistof, Big Boss, en geduwd, waarbij hij pruik en mobiele telefoon op de grond vielen. Jaron nam de spullen mee en vertrok. De vechtpartij verplaatste zich later naar buiten, waar de betrokkenen elkaar met flessen verwonden. Alle drie vrouwen raakten gewond en werden naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis verwezen. Na het doel van aangifte zijn ze door de politie van Latour gearresteerd. De drie vrouwen zijn vastgezet voor openlijke geweldpleving. Terwijl Jarl is aangehouden voor de diefstal van de pruik en mobiele telefoon. Het tweede stuk staat in dagblad ABC Suriname van 23 september 2024 en heeft als kop: cadentie bedankt iedereen die heeft geholpen om stroomproblemen Albina te helpen oplossen. Ik zal lezen wat er vermeend wordt in dit stuk. Afgelopen donderdag heeft president Santoki een gesprek gehad met jongeren van Albina over de problemen daar, onder meer over de gebrekkige stroomvoorziening. De president gaf toen opdracht dat een goed draaiende generator naar Albina gebracht moest worden. Dit is afgelopen zaterdag gebeurd. Dit resultaat komt voort uit de kracht en inzet van de jeugd van Albina, die op een vreedzame manier hun stem hebben laten horen en een constructief gesprek wilden voeren. Het is een overwinning voor het volk, geen politieke strijd. Het stroomprobleem zal met de generator deels verholpen zijn. Nu werken we verder aan het verhelpen van het waterprobleem van de bewoners in dit gebied, al dus de president. Artiest Cadency, die ook aanwezig was bij het gesprek met de president, bedankt iedereen die heeft meegeholpen om de stroomproblemen van Albina te helpen oplossen. Dat waren dus twee stukken uit de Surinaamse media, dagbladen, te Paramaribo, Suriname. Uw mening over deze stukken kunt u onderaan de video plaatsen conform de richtlijnen.